waarin de koningin eindelijk krankzinnig wordt en de nieuwe dokter Nassie zich vreselijk verwondt tijdens een lustmoord op de Siamese tweeling van de homoseksuele burgemeester, terwijl het tot een nog gevulde ziekenhuis wordt opgeblazen door SS-commando's en uitgaanstenu die op verzoek van de uit louter katholieke kleurlingen bestaande Ku Klux Klan afdeling met zeppelins uit Hollywood zijn gekomen ten einde te adviseren bij de bouw van het nieuwe openbare badhuis aan de Blauwzuurweg, waar inmiddels een hevige uitslaande brandwoed in het hypermoderne bejaardencentrum Kleurendoof, aangestoken door de schijndode broer van de mediamieke tante van de nymphomane schoonzuster van de hoogmoedswaanzinnige huishoudster van de onbekende stille, op herhaaldelijk aandringen van de uitgever van de plaatselijke kranten Piton Place Paranoia Post, die zich overigens zojuist met zijn chopper op weg naar het Altijd Prijspaleis op hoek van de Strontiumsteeg te pletterij tegen een boom die volgens het script al 3 afleveringen eerder door 3 dozijn ontsnapte psychopaten had moeten worden omgehakt. Waarop hij zijn geest bevelt in handen van de kerstman, die we op zijn beurt aantreffen in het intieme neoncomische stadhuis van Piton Place, dat voor deze gelegenheid is gevuld met fariseërs en schriftgeleerden als mede met hun purperen smoking gehulde harmonie ons behang, bestaande uit de 362 nabestaanden van de grote Piton, eens de ongekroonde koning van Piton Place en omstreken. En alle worden vervuld van grote vreugde als tijdens het slotakkoord van Alexander's Ragtime Band God de Vader zelf, gehuld in het nationale dundoek, met de Apollo 83 uit zijn hemelse gewelven nederdaalt om hoogstpersoonlijk de diploma's uit te reiken aan de geslaagde leerlingen van de School voor Internationaal Verantwoord Onbegrip. En zie, als door een wonder zet de waterval zich in beweging en ze leefden nog lang en gelukkig. Dat is voorlopig je laatste show, Jules. Ja. In januari gaan we, nee, of, in september weer, oktober, ja. Gaan we weer draaien. Dus voorlopig is het de laatste, ja. Maar dat is wat je lekker vindt, met zo'n jazz combo. Ja. Ja? Ja. Ik doe gewoon waar ik zin in heb, hè. Dat kan ik me ook permitteren, tegenwoordig. Ja, dat moet lekker zijn. Hè. Jazeker. Hé, hey, maar die muziek van Herman Brood, hè, want daar zijn we hier, ja, over. Zegt jou dat wat? Nou, ik zal je vertellen, kijk, ik ken Herman natuurlijk al een tijd. Maar ik ben niet zo'n rock'n'roll fan. Ik ben een jazzliefhebber. Maar dat neemt niet weg dat ik dus wel duidelijk ervan overtuigd ben dat het de enige echte rocker in Nederland is. Ja? Vind ik wel. En waarom dan? Ja, nou, omdat je, kijk, als je bij hem naar Herman toe gaat, kijk, hij werkt zich altijd in het zweet. Hij geeft de mensen altijd volle pond. En hij vindt het, ja, ik bedoel, het is een hartstocht, hè. En hij is dus, kijk, die mensen kunnen onderscheiden in de nagenorsten en echte. En hij hoort duidelijk bij de echte. Ja? Ja, dat weet ik hartstikke zeker. Maar hoe zie je dat dan, behalve dat zweet? Nou, ik bedoel, kijk, je ziet toch dat of iemand het met hart en ziel doet, hè? Ja. En ik bedoel, dat is bij hem duidelijk het geval. Hij zou niks anders willen. En hij zou ook niet met niemand willen ruilen. Maar. Hè? Maar hij voelt bijvoorbeeld ook heel erg veel verwantschap met jou. Ja, maar, met hem? Nou, er is ook wel sprake van enige geestverwantschap, ja, zeker. Maar in welke zin dan? Ja, in de zin van, kijk, Herman, die is altijd heel zeer geïnteresseerd geweest in teksten. Ja. Hè? En ik weet wel dat op een gegeven moment, ja, god, ik weet niet hoe lang is dat nou geleden, joh. Dat ik op een gegeven moment in Rotterdam was dat, en toen, ja, toen speelde die daar ergens, ja, hoorde ik dan van iemand, ja, die Brood, die heb nou even, die komt dan daar in een of andere kroeg, die had naar je gevraagd, of die wilde je spreken. Hij kende jou dus. Nou, ja, hij kende, maar ik kende hem dus niet, weet je, ja, van naam dus, maar ik kende hem dus niet. Dus toen kom ik in die kroeg en ja, stond hij bij de trektafel. Dus ja, ik duw me door die menigte en ik sta op een gegeven moment naast me. En ik zei van, nou, zeg het maar. Ja. Ja, ja. Toen wist hij toch even niks te zeggen. Toen. Maar toen, ja, wat is dat? Dat zijn dingen die moeilijk onder woorden te brengen zijn. Je kan het hebben met een paar mensen in je leven. Is dat je elkaar tegenkomt en dat het moment dat je elkaar onder ogen komt, ja, dat je alle inleidende manoeuvres achterwege kan laten, weet je wel. En dat je gelijk eigen bent. Dat die ander je gelijk eigen is, weet je wel. Ja, ja. Dat had ik met Herman duidelijk. Ja. Weet je wel, alsof je... Nou ja, ik heb geen broers, maar ik kan me voorstellen dat je misschien zo'n soort van zelfsprekend gevoel voor een broer zou hebben, weet je wel. Ja? Nou ja, dat ze dat... Ja, dat... Maar het heeft waarschijnlijk ook heel erg met die manier van leven te maken.